Ik ga het even helemaal over een nieuw programma. Het heet Bank Giro Loterij Kluizenspel. En vanaf aanstaande zaterdag is het te zien bij SBS6. Een programma met 7 kluizen, 6 spelrondes en een hoofdprijs van maar liefst 500.000 euro. Het is Mark Klein Essink die het presenteert. En verslaggever Else is op dit moment natuurlijk bij hem op de koffie. Wat anders? Koffie thuis. Dat klopt helemaal. Ik ben lekker op de koffie bij Mark. In een prachtig mooi landhuis hier. En er zit een verhaal achter, hè? Rijtjeswoning. Nee, het is een heel leuk huis. Het lijkt een heel oud huis te zijn, maar dat is het helemaal niet. We hebben het net gebouwd. We hebben de heipalen erin geslagen ongeveer een half jaar geleden. We hebben allemaal oude bouwmaterialen genomen. Oude deuren, oude luiken. Oude architraven noem je dat. En dan krijg je toch een beetje de sfeer alsof je in een huis zit van 1800. Wat ook wel leuk is om te vertellen. Prachtig mooi uitzicht. Mooi, hè? Hier moet je even meelopen. Dit zijn eigenlijk oude Franse deuren die hebben geschilderd. Maar als je hier zo doorkijkt, dan zie je daar elke avond de zon ondergaan. Tenminste, als het niet bewolkt is. Super, super mooi, Mark. Ik ben hier helemaal aan het genieten. Maar ik kom hier natuurlijk voor iets anders. Namelijk, voor aanstaande zaterdag gaat het gebeuren. Ja. Wat voor groot spektakel kunnen we verwachten? Het heet Kluizenspel. 10 uur bij SBS, zaterdagavond. We krijgen 7 kluizen te zien. En in een van die kluizen zit 500.000 euro. We hebben 1 hoofdkandidaat. We gaan 6 spellen spelen. En bij elk spel kan die hoofdkandidaat 1 lege kluis wegspelen. En als hij dus alle spellen wint, dan is de 500.000 euro zo voor het grijpen. Maar dat klinkt makkelijker dan ik wou net zeggen. Want hij zal het steeds moeten opnemen tegen steeds 1 iemand uit het publiek. En die publiekspeler die kan ook het spel winnen. Die pakt dan 5.000 euro voor zichzelf en 5.000 euro voor zijn vak. Dus op het eind dan heeft hij bijvoorbeeld 2 of 3 of 4 kluizen weggespeeld. En dan moet hij gaan kiezen. En als het dan heel moeilijk wordt, dan zeg ik, nou oké, ik heb misschien nog voor jou een uitstapmogelijkheid. Want ik heb hier ook nog een rad met allerlei bedragen erop. Dus waar kies je voor het geld of voor de kluis? En dat is super spannend, want ja, je staat naast iemand die 5 ton kan gaan winnen. Dat is toch een levensveranderend moment. Hoe ga jij met die spanning om? Ik vind het heel erg leuk altijd. Gewoon. Dit is een soort drama bij iemand. En je probeert iemand te begeleiden natuurlijk. Maar ik vind het vreselijk interessant om erbij te zijn. En wat zou jij zelf met 500.000 gaan doen? Het volgende pand gaan kopen en weer gaan verbouwen. Want ik vind bouwen ontzettend leuk. Vind ik eigenlijk net zo leuk als televisie maken. Maar ik ben nu even televisie aan het maken, dus ik moet even stoppen met bouwen. Dus wanneer ik klaar ben, dan gaan we weer verder schilderen en we gaan weer dingetjes eraan zetten enzovoorts. Je zei het al, druk met televisie maken. Waar ben je momenteel allemaal precies mee bezig? Kluizenspel. Dat is heel erg spannend omdat het een nieuwe formule is. Je weet nooit of het helemaal gaat werken. Eergisteren hebben we de eerste opgenomen. Het is heel erg spannend. Het wordt echt een heel leuk programma, dus je moet absoluut kijken. En daarnaast doen we de live show. En dat gaat altijd over hele leuke weetjes over je lichaam enzovoorts. Met bekende Nederlanders, met Gerrit Joling, met Patty Bart, met Bo van Ervendoors, met Jeroen van der Boom. Dat is altijd lachen en leuk. Ik hoor dat we moeten afronden, maar weet je wat, Mark? Kom anders volgende week gezellig bij ons op de koffie. Ja? Praten we dan even uitgebreid verder, bovenaan wel natuurlijk, over de liveshow. Oké, gaan we doen. Afgesproken. Tot volgende week. En nu vanuit deze keuken terug naar jou, Casper, in de keuken. Maar...